hele goede morgen, mensen. Wat een enorm tering weer. Zoals jullie kunnen zien heb ik de storm overleefd. Ik ben niet met mijn auto de greppel ingereden. Vandaag heb ik opnames voor een Ponkers aflevering. Ze hebben me gevraagd om mee te spelen in de video. Maar laat ik mezelf eerst maar eens even uit bed slepen, want... Het sneeuwt een beetje, geloof ik. Wacht, kijk. Er zit een beetje... ijs/sneeuw op mijn raam. Hi mensen! Ik ben nu hier in een of ander gat beland. Lunteren? Lunteren. En ik zit hier bij deze man hier. Ik ben Peter. Ik ben Noah. Ponkers. En hier is de kerstman. En de elfjes. Ik ben Elf. Voor elfjes. Hi. Wat hebben we gedaan? Oké, wij hebben een kerstvideo gemaakt. We maken een soort serie, dus vier kerstafleveringen. Vanwege kerst hebben wij vier speciale afleveringen gemaakt, waaronder dus Erik ons ook mee heeft meegedaan. En die is volgende week zaterdag te zien. Hebben mensen tijd om zo lang te luisteren, Noah? Ja. Mensen hebben dan niet tijd om zo lang te luisteren. Hou lekker kort en krachtig. We hebben hier dus het net opgenomen hier op deze kerstsetting. Het is leuk. En Erik is een goede acteur. Ja, like a boss. Ik heb eigenlijk nog nooit echt een sketchachtig ding gedaan. Tenminste, bijna nooit. Dus het was wel eventjes grappig. Nou, binnenkort is op Ponkers. Het linkje staat eventjes hier beneden in de beschrijving. Dus ga maar even kijken. Doei. Rino, wat zie je de beeldigheid? Thank you. There. You wanna fuck? Kerstman, wat doet u nu? Hey, goedemiddag mensen. Welkom bij een vlog van... Erik Ossie. Ik ben Rino en we zitten hier weer in de auto met... Erik Ossie. Dat ben ik, Jeffrey. Met Danny. En een bellende, interessante jongen. We zijn nu op weg naar het station. En wij zijn nu weer in de auto. Dus dit is eigenlijk onze eerste milkshake vlog. Ja. Zonder milkshakes. De milkshake vlog. De milkshake vlog. Ik weet het eigenlijk niet meer. Kokos en bananen. We zijn nu op zoek. Oh, dat mag je niet zeggen in de vlog. Ja, jullie weten dat eigenlijk niet, maar in het echt is Erik helemaal niet netjes. Ik ben nu aangekomen bij Dionne thuis. Oh, de hond begint al gelijk te blaffen. Wil je ook wat zeggen? Dit is een aandachtshoer. Zie je, een echte aandachtshoer. Dit is Dionne's nieuw huisje. Dol. Stil is. Het was alweer een tijd geleden, hè, Dionne? Nou, wat een... De poepie. Dolly de baby. We gaan nu even lekker koken. En we zijn net even bij de supermarkt geweest. Gaan we even een soort van pasta-achtig iets maken. Wat we eigenlijk altijd met z'n tweeën eten. En dan gaan we straks even naar de bioscoop. Oh, er komt iemand op zitten. Oh. Wordt aangerand. Au, daar gaan we krabbelen. We zijn hier net naar de Hunger Games geweest in Pathé hier in Rotterdam. De Kuip, zoals je om me heen kan zien. Met kerstmuziek op. Yay! Maar het is de tweede keer dat ik de Hunger Games heb gezien. Echt fucking vet. Als je het nog niet gezien hebt, ga er zeker heen. En laat maar eventjes weten in de reacties wat jij ervan vond. Deze jongen uit de Hunger Games is zo knap. Zijn ogen. Katniss. En hij is ook super cute. Vond jij ervan, Dion? Nee. Ben je film vet? Ja. En dan gaan we nu weer terug naar huis. Toch? Ja. Even Dion afzetten in Woerden. En dan gaat hij ook weer naar huis slapen. Ik ben hier een keer vanaf gepleurd. Ja, dit is ook zo'n steile trap hier. Het is wel echt een super mooie bioscoop hier altijd. Ik gleed hier af van knieën. Ga jij eens even op je... Lekker een kontje vallen naar beneden. Zo, even een lichtje. Ja, hallo, ik ben weer thuis. Het is 2:30. 2:30, ja, 2:30. Pff. Dit was mijn dag voor vandaag. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En deze video even te delen op social media. En dan zie ik jullie morgen in de volgende Daily December. Ciao! Als je alleen YouTube wil beginnen om inderdaad heel populair te worden. Of inderdaad om duizenden views te krijgen en duizenden abonnees, dan zou ik zeggen nee.